Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Er zijn twee dingen waar ik niet zot van ben. Regen en rode kool. Ik hoop dat Philippe mij kan overtuigen van deze mooie rode kool. Philippe. Hey. Hoe is het? Ça va. Zeg, kun jij mij overtuigen waarom ik rode kool zou moeten klaarmaken op tv? Het is een groente die op de Future 50 lijst staat. Dat is een lijst van 50 producten die lokaal, duurzaam en niet belastend voor het milieu geteeld worden. Oké. En waarom is dat, dat op die lijst staat? Wat is daar zo goed aan? Een rode kool heeft een lage impact op het milieu, omdat die per vierkante meter een hoge opbrengst heeft. Okay. En is een goede antioxidant. Heeft goede stoffen die antioxidant zijn. Ah, ja. Maar dat horen we wel vaak, zo antioxidanten. Dat is keigoed voor u. Dus ja. Dat heeft die rode kool. Yep. Positief. Kunnen we een keer zien waar dat er een plukklare kool hangt of groeit? Bon, zeg als je een ziet, hè. Ja, ik vind deze hier wel. Maar dat zijn wel sterke bladen, hè, joh. Ja. Dat is hem dan. Ja, dat is hem. Dat is wel echt zwaar. Hoeveel zou dat wegen? Bijna een kilo, toch? Hè? Ja, de kleinste wegen een kilo, de grootste 2 à 3 kilo. En zo staan er 3 à 4 per vierkante meter. Prachtig, hè. Dat de natuur dat kan, dat is toch echt ongelooflijk. Dat patroon, ja. Die kleuren. Goed. Het zonnetje is er doorgekomen. Ik heb er weer goesting gekregen. Mijn regendepressie is ook weer weg.